Hey, doe hier even een videootje omdat ik jullie een kleine tip wil geven vandaag. Omdat ik de laatste tijd geregeld tegenkom dat mensen twee verschillende soorten klei uit elkaar gebruiken. En wat gebeurt er dan bij het drogen? Kom ik los. Hey? Dus pak hij zegt, ik ga een scoop maken in witte klei. En ik wil er zwarte krulletjes hebben. Of lekker hier, ik heb hier een kersenpotje gemaakt in gemengde klei. En ik wil nu een lapje opleggen, wat ik dat dan een tekstje kunnen opschrijven. En wel, wat je gaat tegenkomen, hoe het waarschijnlijk is, hoe je dat nu met witte klei zou doen. Pak dat je zegt, ik ga hier een stuk witte klei opleggen. Is dat dat gaat loskomen bij je drone. Dat komt omdat je met een verschillende crème zit, heb je soorten klei. Dus. Wat kom je dan tegen? Oftewel zit je met een grote hopen, oftewel valt er gewoon af. Hé. Ik heb dat al gehad met mensen die schapjes maken, dat al die krullen eraf vallen, of kleren maken en die kleren vallen af, omdat ze gewoon twee verschillende soorten klei gebruiken, dat er dan een verschillende krimp op zit. Dus hoe los ik dat dan heb? Vanuit mijn klei, dat ik eigenlijk mee bezig ben, hé, ga ik een lapje gaan snijden. Voor mij is dat hier een lapje, maar je schapje maakt met je krulletjes in dezelfde soorten klei. En zo ga ik dat toch gaan opzetten. Ik ga dat een keer doen. Laten we. Dus hier ook. Gewoon in mijn min. Krasjes doen. Zeker voor mijn lapje. Beetje slip eraan. Hup. Ik ga het eerst recht doen. En toen ga ik het doen. Kijk, voilà. Ik heb dan nu een lapje opgeleid, maar natuurlijk kunnen we nu natuurlijk niet met zwart gaan opschrijven, want je gaat dat niet zien, want dat is gemengde klei. Dus hoe los ik dat dan op? Ik ga dan gewoon een witte en gouden gaan opzetten, waardoor ik ook een witte achtergrond ga creëren, maar op mijn zesde klei. Hé? Dus mijn klei gaat gelukkig krimpen, die witte en gouden dan erop zetten, en dat gaat even schel maken. Dus ik ga dat nu gewoon met de witte en gouden. Witte en gouden kun je eigenlijk heel eenvoudig maken van je witte klei. Dat je mixt, ik gebruik toch wel draaiklei, omdat het toch in de korrel zit. Toen ga je dat gewoon een keer of drie gaan inschelden, zodat je wel een witte achtergrond hebt, of witte krulletjes, of zwarte. Toen moet je zwarte aangehouden gebruiken. Maar zo kun je het probleem oplossen, dat je met een verschillende crème zit en dat je een deel eigenlijk van elkaar vond. Het is ook niemand die dat gaat zien. Integendeel, we gaan nog met een gelaagd effect zitten, die nog heel tof kan uitdraaien. Ja, verstoord een beetje. Hé. Ik moet dat dan een beetje laten drogen. Hé, voor mijn tweede of mijn derde laag te geven. Ik zou dan nu persoonlijk drie lagen hebben. Dus ik ga een ijskelder. En toen kijk ik daar opschrijven. En ik hoor een witte achtergrond. Maar als basis mezelf de klei. En ga je dan niet meer tegenkomen dat je een klei gaat afstoten. Of gaat afvallen. Of whatever. Hé. Goed. Dat was even een korte tip. Goeie maandag nog.